Goedemorgen. Superleuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is dinsdagochtend, 8 uur. Ik kom onder de douche vandaan. Ik heb mijn bikini aan. En Mila en ik stappen zo in de auto. Want wij gaan om 9:10 kanoën. Superleuk. Een tocht maken die ik vroeger met mijn ouders altijd maakte. Maar Mila moest 6 jaar zijn om dit ook een keer te mogen. En wij wilden graag dat ze A en B zwemdiploma had. Ook al heeft ze een zwemvest aan. We gaan met de kano van een soort glijbaan op een gegeven moment naar beneden. En we gaan een stuk zwemmen in de stroming. Dus ik heb er heel veel zin in. Mila ook. We gaan even heel snel een broodje eten. En dan stappen we in de auto. We moeten namelijk heel even langs de supermarkt. Want Mila, haar waterschoenen zijn te klein. En dat bedachten we ons gisteren toen alle winkels al dicht waren. Dus die gaan we even halen. 7:45 stappen we in de auto. En dan zijn we op tijd bij het kanoën. Ja, leuk hè? Het is wel een beetje fijn. 8:45. Keurig. Hebben ze. Helemaal blij. Allerlei soorten. Nou. Hey, eigenlijk wou ik deze in het rood, maar oranje is zo. Ja, toch? Zo. Ben je er klaar voor, Mie? Ik vind het een beetje spannend. Beetje spannend. Maar dat geeft niet. Heel erg. 1, 2, hoppatee. We hebben een drukte, hè? Yes, klaar voor. Meer dan een uur. Kijk uit, Mila, want je kan echt wel vallen. Ja. Gaat het goed, Emmie? Val je eigenlijk niet, hè? Waterschoenen. Prikkelschoenen. Wat zeg je? Prikkelschoenen. Ja, want er zitten onder. Ja, veel. Net een stukje gezwommen, maar Mila vond het veel te koud. We gingen in een stroomversnelling en nu gaan we er met de kajak doen. En dan gaan we door. Nou, gaan we, Mie? Nee hoor, deze is heel zacht. Zo meteen je paddel in het midden en goed in het midden van de boot. Oef. En gewoon zo min mogelijk bewegen. Huh? Ja. Maar wij zijn het belangrijkste. Wij moeten vooral niet met Mila meegaan. Het is hier heel diep. Oef.
jij moet toch meer dan ik dacht. Ja, heel goed. De punt naar links. Duw allemaal maar naar links en spring er maar in. Ja. Ik doe even gewoon. En met de bus terug naar het startpunt. Was het leuk? Ja. Zijn moe? Ja. Op al het peddelen. Het kano was echt mega leuk. We hebben echt 2 uur gekanoed, een keertje gezwommen. En toen met de bus weer terug naar de start. Ondertussen is het 1:05. Ik heb super verantwoord geluncht met 1/2 zak chips. Oh, zo lekker. En nu gaat Marco met Mila en Lauren even zwemmen. Ik leg Sterren op bed en ik ga ook lekker even chillen. Marco is de hele ochtend hier geweest. En af en toe eventjes met ze in de speeltuin, maar... Sterren wilde niet zwemmen, Lauren wilde wel zwemmen, dus hij kon niet heel veel. Dus vandaar dat hij dat nu lekker gaat doen. En dan hebben we vanmiddag, kunnen we kijken of we nog een keer gaan zwemmen. De glijbanen gaan hier namelijk dicht tussen 12 en 3. En de meiden wilden eigenlijk nog wel een keertje van de glijbaan. Maar dat is in de middag vaak super druk. Wil je kijken? 'S ochtends is het heel rustig, dus we zouden ook morgenochtend even kunnen gaan. Maar voor nu... ga ik deze lekker op. Maar lekker. Doei! 4:30. Sterren wakker. Ik lekker gelezen. Mila en Lauren uit het zwembad. En nu gaan we richting de speeltuin. Want dat is wat Sterren het liefst doet hier. Ja. Heel erg. En Benji gaat ook maar mee. Hij is een beetje moe, maar... ja, hij vindt het een beetje warm, maar hij wil wel mee. En Sterren noemde de hele tijd Mila, oma, Mila, oma. Lekker spelen. Tien voor zes, komen net weer uit de speeltuin. Ik heb zo'n trek, en Sterren ook, dat we gewoon alvast eten gaan maken. Simpel, een salade, we hebben nog worstjes. Marco had laatst kipfrikandellen gekocht, dus, en we hebben frietjes. Dus ik zal salade en frietjes eten en de rest eet dat. We hebben ook nog kipnuggets, maar alles opmaken wordt een beetje veel. Dus de rest doen we overmorgen. En Marco zit met Mila een leuk spelletje dobbel te doen. Kijk. Ik heb deze, met die strik, die knipogende. En het bloemetje. Je hebt een skelet schildpad, niet? Ah. Skelet schildpad. Ik heb die schietsteen. Wel lastig als je de namen niet weet. Ik heb er helemaal geen. Je hebt die groene. Oh ja, die paddenstoel. Nou, nu jij het zegt, ja, die paddenstoel. Ik heb ook die paddenstoel. Jij hebt dat wolkje met dat dingetje erop. Oh. Mama, die komt weer meedoen. Ik wist dat je dit ging zeggen als ik zo help. Dood. Nee, mag wel helpen hoor. Jij ook. Dood. Dood. Bananen. Dood. Dood.
Ja, deze, die boze. Wat dan ook. Boze iets. Deze. Goomba. Die heb jij ook. Goomba heet die toch? Wat? Goomba. Donkey Kong. Dat is Donkey Kong, had jij. Hè? Donkey Kong. Oh, die is met een paar. Twee prinsessen. Blauwe haar. Die hapding. Ja. Oh, die hapding. Die hapding. Hier, Bowser. Bowser. Ik heb wel Peach. Ja, maar die... Jij hebt wel Luigi, Marco. Mila ook. Oh, ik heb nu ook wel Luigi. Dat is die. Dat is wel Luigi. Waar Mila net achter komt, kleine Slimpy. De namen staan er gewoon. Mm. Nou, slim van jou. Wat slim. Goed gevonden. Je hoeft je niet af te vragen van wie die de meeste hapjes krijgt. Hé, mevrouwtje Pollebop? Is het lekker? Ja, koekenman. Oké, koekenvrouw. Ik heb koekenklauwen. Nee, ik ben mijn koeken. Eten maken duurt altijd veel langer dan je wil en denkt. Dus het is al bijna 7:30. We hebben net gegeten. Mila en Lauwen zijn even met een ijsje naar de speeltuin. En Sterre eet hem even hierop en dan neem ik haar nog even mee. Uurtje spelen of zo. En dan lekker de meiden richting bed doen. Want ze zijn kapot. En we hadden twee meiden heel graag zwemmen. Ik zit er even met het derde meisje na. Want over 10 minuten gaat het zwembad dicht. De meiden